been here last year already, but my cousin and his wife and... Piet, met internationaal. Ja, internationaal, dus er komen meer buitenlanders dan jullie hondensporen. Heb je het oprichten van het Footfair? Nou, ik niet alleen, maar met een aantal andere mensen. Nou, het idee is eigenlijk dat op een gegeven moment ontdekten dat er zoveel mensen langs de Kalverindijk lopen. En niet in ons mooie Zendijk komen, dachten we, er moet een rondje komen. We zijn in 2008 begonnen en toen heeft Hans Luiten, was toen wethouder, en die heeft gezorgd dat we een steiger kregen. En we hebben een boot gehuurd van de Stichting Kalverpolder. Maar goed, dan was het slecht weer en dan zaten we hier al gewoon in de regen. En toen mochten we bij Molen het Klaverblad, mochten we onder de afkapping en die hadden een zitzak neergelegd en dan mochten we schuilen. Dan hebben we besloten om een huisje te bouwen, dus toen hebben we zelf een veerhuisje neergezet. De gemeente die wilde eigenlijk een porte cabine plaatsen, daar zeiden we dat kan niet, dat is gewoon als een vlag op een strontschuit, zoals we zeggen. En toen hebben we een huisje in stijl gebouwd. Is het de moeite waard om het pontje te nemen? Nou, omdat Zendijk gewoon een prachtig mooi dorp is, met heel veel prachtige huizen. En we geven mensen, we hebben in 11 talen hebben we rondleidingen waarin verteld wordt wat de versiering... Wat talen hebben jullie allemaal? Chinees, Duits, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Russisch, Spaans, Portugees, Engels en Nederlands. En welke talen beheers jij allemaal? Indonesisch. Hoeveel vrijwilligers heb je? Op het moment dacht ik 73. 73? En zijn dat allemaal mensen uit Zaandijk? Nee. En schipper die je toevallig net zag, komt het Purmerend. Die is best weg en het is voor de rest een hele Zaanstreek. Oké, dus mensen vinden het gewoon heel leuk om te varen, of waarom doen ze het? Ja, de meeste mensen zijn, een groot aantal is al vanaf het begin erbij. Dat is een advertentie gezet en een oproep op Radio Noord-Holland. En daarna is het gewoon van horen zeggen of mensen die op de boot zijn van oh wat leuk is dit, mag ik ook meedoen. We varen weg en er stapt een Chinees gezin in en een klein meisje erbij met een vioolkistje. En we zijn halverwege en ik vraag aan haar, kun je echt spelen op die viool? Ja, zegt ze. Dat was het resultaat. Een kleine meisje van een jaar of 6 staat viool te spelen en wij drijven midden in de zaal. Het is met 12 passagiers en er was net een gezin hier in de molen geweest. Ze stappen in, we varen weg. En ik zie in een muis bij een meneer op zijn schouder. Dus ik zeg tegen hem, er zit een muis op je schouder. Dus die meneer die schrikt en die doet zo. En het muisje valt op de grond. En dan begint rond te rennen. Alle mensen zo, net als een weef, de benen omhoog en weer neerleggen. En iedereen gillen. En er komt een grote boot langs. En grote golven. Een meneer die raakt zijn evenwicht kwijt en die... Klap naar voren. Hoe begint dat? De vragen van de toeristen van wonen jullie daar aan de overkant? Ja, wonen jullie in mooie huizen? Ja, of ja. Ze komen hier naar binnen en dan vragen ze waar is het toilet? Ja. Dat hebben we niet. Varen jullie de hele dag? Ja. Is die boot van jullie? Nou nee, dat niet. Maar. En dan leg je uit dat je foundation bent. Heel veel doen over zijn. Ja. Dit is het leukste wat er is, om vrijwilligerswerk te kunnen doen en zulke leuke, enthousiaste mensen. Het is echt een echte verademing. Waar doen jullie het voor? Nou, we doen het in eerste plaats voor de lol, omdat het hartstikke leuk is. En daarnaast nog een keertje het idee dat je aan het eind van het jaar heel veel geld kan verdelen. Een goede doelen. Hé, waar is de kaart? Hij is er ook weer. Hé, je pet staat er weer op. Over there is a restaurant. On that side. Ja. Ja, oké, dankjewel. Hi, Van. Dag. Ja.